Zegt curveballs u iets? Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar ja, sport en Katja Radzijn, moeilijke combinatie. In ieder geval, als ik er zo naar kijk, dan denk ik dat het een mix is tussen bowling en petank. Toch maar even vragen. Leo, wat is curveballs precies? Curveballs is een van oorsprong Engelse sport. Dat is gelijk tennis hier. Dat is de naam zegt het zelf, een bol die een curve maakt. Curveballs. Ja, volgens mij is het niet zo bekend, hè, bij het grote publiek. Nee, het is in Nederland en in België is dat maar sedert 10, 15 jaar binnengekomen. Ondertussen zijn er toch wel aan 80 clubs die sport beoefenen. Waar wordt het overal gespeeld in België? Hier in Westminster onder andere. maar in de streek hier, Sint-Niklaas, Hamme, Lokeren, Merelbeke vooral. En in de streek van Ekelo zijn er veel clubs. Zijn er hier mensen bij jullie in Westminster die zo goed zijn dat jullie meedoen aan kampioenschappen? Er zijn een paar leden van ons die nu meedoen aan de voorbereiding, de voorbereidende competities, voor later eventueel kandidaat te zijn voor het wereldkampioenschap. Op dit moment zie ik vooral oudere mensen die aan het spelen zijn. Is het ook voor jonge mensen? Het is eigenlijk voor iedereen, maar vooral gericht op 55-plussers. Ja. Hey, want dus, onze leden, we hebben 32 leden. En de jongste is 55 en de oudste is 85. Oké, okay, ja. En hoe komt dat het voor oudere mensen is? Het is een soort petank, een veredelde petankensport, laat ons maar zeggen. Het is indoor, het wordt niet buiten gespeeld. En ja, senioren die willen zich een beetje amuseren. En dit is een ideale sport om, ja, met een sociale sport ook. En we proberen dus op die manier de sfeer erin te houden. Ja. Is dat nu een sport waar je rustig van wordt? Rustig in die zin, het is altijd een concentratiesport. Dus het is een kwestie van de krachten te meten om die bol op een bepaalde plaats te laten stilvallen. Hè? En ja, meestal is dat wel een beetje een ambiance. Dus ze wordt gejuicht, ze wordt gevloekt. Ja. Zou een leek als ik dat nu kunnen aanleren? Zeker weten, ja? Zeker weten. Want tenslotte, iedereen is begonnen als leek. Ja. En veel oefenen en een beetje balgevoel toch ook. Oké, okay, Leo, genoeg theorie, denk ik. Zullen we het eens in de praktijk proberen? Ja, geen probleem. Ah, jong. Straks nog punt. Balgevoel!